Dat is dubbel zo hoog als deze flat. Frans van der Velde kijkt met leden ogen omhoog. Juist hier een flatgebouw op dit parkeerterrein erbij, dat klopt volgens hem niet. Daar moet dus ook een parkeergarage onder komen. Een dubbele parkeergarage, dus ook een meter of 5, 6 de grond in. En wat er om gaat, is het hele ecosysteem dat, waar dat de Hommelbos mee bij betrokken is, dat, dat gaat naar de knoppen. Het Hommelbos, dat is dit kleine stukje met bomen... dat de fletsen aan het rachmaninov plantsoen scheidt... van het verkeer op het 24-Oktoberplein. De prachtige bomen, uniek bosje voor de wijk. Frans van de Velde maakt zich al jaren hard voor deze buurt... in het belangenoverleg Buurt Welgelegen. Hij en zijn collega's krijgen niet alleen buikpijn van de plannen voor de flat... maar ook van de sjoemele sfeer rondom de verkoop van de grond... In 2018 verkocht de gemeente de grond namelijk aan een projectontwikkelaar voor 300.000 euro. Eén dag later zou het terrein door de projectontwikkelaar alweer zijn doorverkocht aan een ander bedrijf voor 1 miljoen euro meer. En daar, zijn, daar worden verklaringen voor gegeven, maar dat, die, die verklaringen zijn uh, niet, helemaal, uh, ja, niet helemaal direct uh, geloofwaardig. Wat ons betreft. Al die tijd was de afspraak dat er alleen maar parkeerplaatsen mochten komen op dit stuk grond. Nu is er alsnog sprake van een woontoren. Was dat door de bouwbedrijven al ingecalculeerd? Daar weten we uh, nog onvoldoende zeker van wat er precies gebeurd is. Maar het is merkwaardig dat als je iets voor, voor, voor drie ton koopt, dat uh, de volgende dag de koper. Het dorp verkoopt voor 1,3 miljoen. Ondertussen heeft de gemeente vlak voor de vakantie een informatiebijeenkomst gehouden. Maar bijna alle omwonenden vinden de bouw van een woontoren op deze plek onwenselijk, geven ze aan in een bewonersenquête.